Hebben we altijd geluk gehad met de gezondheid. En ik heb hier goede chauffeurs en we hebben heel goed materiaal. Scania is heel goed, dat durf ik hard op zeggen. We hebben niks anders dan van het jaar 1947 tot het jaar 2000. Allemaal Scania's. Dus als je de vergelijking maakt van toen tot nu, dat is wel enorm fantastisch geëvolueerd, zou ik zeggen. Al zeggen ze, je bent met een baksteen in de maag geboren, maar wij zijn met een vrachtwagen in de maag geboren. En we hebben altijd van vrachtwagens gehouden. Ik reed al met de vrachtwagen als ik 12, 13 jaar was. En we hebben toch eens een keer het initiatief genomen voor een Scania 76 te vinden, maar dat was heel moeilijk. Toen zijn we op een 141 op uitgekomen en hebben we die maar gekocht. En toen moest ik nog een 76, maar die vonden we ook niet. Hebben we een 111 gevonden, hebben we een 111 gekocht. En, toen na een tijd terug hadden we toch een 76 en dat was dan die lange neus met de slaapcabine hier. En ondertussen ja, dan valt het zo hard mee dat je gefascineerd bent. Je gaat naar de shows en je zegt, wauw, dat is ook een chique wagen. Heb ik nog de 76 LB 76, LBS 76 gekocht. Die platten hier, omdat we dat ook met de 76 hetzelfde de motor gedeeld hebben, omdat dat dan een lange neus is, omdat het dan een platte cabine is. En ja, nu onlangs heb ik dan nog heel onverwachts een F12 gekocht. Dat ze dachten de mensen dat het een Volvo was, maar inderdaad is dat wel een Scania van 1947. En daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Die staat hier, zoals die nu staat, heb ik hem gekocht ook. Dat wilde juist lukken dat dat ongeveer dezelfde kleuren zijn. Ik heb alleen de naam er moeten opzetten. Heb ik nog een Longline, die we helemaal laten bekleden hebben bij Special. Heb ik nog een Scania kleine neus van 2000, die ik nooit zal verkopen, want ik heb een chauffeur die is over 4 jaar gestorven van kanker. En dat is een hele goede kameraad van mij. Dat was nog erger dan mijn broer, ook al heb ik geen broers. En toen heb ik beslist van die wagen nooit te verkopen. En daarom houden we hierbij een collectie en zo zouden we er soms nog een keer kunnen rijden. Maar er zal nooit iemand geld genoeg voor hebben, voor die kunnen hier van Boschot komen af te halen. Daar ben ik heel zeker van. Een chauffeur heeft die 40 jaar bij u is en nooit of nooit één probleem mee gehad. Altijd content, elke uur van de dag. Was het zaterdag, was het zondag, hij was altijd correct. En hij was altijd content voor te komen te werken. Dat vind ik wel fantastisch. Maar ja, ik maak zeker en vast over mijn heel personeel, over heel de massa, geen opmerking maken, want zijn we één voor één. Allemaal hele goede chauffeurs en hele goede jongens.